Ik geloof gewoon in God. Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben nooit naar de kerk geweest of wat dan ook. Ja, ik ben godsdienstig. Ik ben islamitisch opgevoed. Ik ben katholiek. Ik heb mijn eigen geloof, zeg maar. Het enige, hoop ik, waaraan je aan mij zult merken dat ik moslim ben, is dus mijn hoofddoek. Ik denk niet dat er iets bestaat wat ons zomaar heeft gemaakt. Valt er niemand mee lastig als het goed is. Tenzij je problemen hebt met de hoofddoek, maar dan heb je problemen met een stukje stof en niet met mij. Voor mij persoonlijk is het een houvast. Een grote steun in ieder geval in alles wat ik doe. In eigenlijk goede tijden en slechte tijden. Ik geloof wel, maar ik denk niet dat ik echt wat veel aan doe. Ja, en toch iets persoonlijks. Toch iets echt wat van mij is. Ik zie het zo, ik heb geen geloof niet nodig om voor mijn medemens zeg maar mee te leven. En gewoon als goed mens door het leven te gaan, laat ik zo zeggen. Vroeger was de kerk opgericht in samenwerking met de staat om mensen onder controle te houden. En ze vertellen bijvoorbeeld, je moet zo beleven, je moet niet al te veel geld hebben, terwijl de kerk wel maar geld heeft. Het is gewoon een stapje terugnemen en dat je weet dat er hogere machten zijn, om maar eventjes spiritueel te praten. Ik ben niet op zoek, ik voel me prima zo. En ik zie de godsdienst gewoon als een soort van manier om mensen onder de duim te houden. En dat is niet iets wat ik goed vind dus. Ik bid dagelijks en voor de rest ga ik gewoon elke week naar de kerk. Het staat voor mij best wel hoog genoteerd in mijn lijst. Ik bid, ik doe aan de Ramadan, wat doe ik nog meer? Ik hou er met heel veel dingen rekening mee, met eten bijvoorbeeld. Ik lees er wel veel over eigenlijk. Dus ja, ik weet niet of dat veel is. Ja, voor mij is dat eigenlijk genoeg. Je ziet het bij mensen die dus absoluut niks aanhangen. Ik heb het idee dat ze er maar op losleven als ze niet nadenken bij wat ze doen. Sommigen dan, die echt helemaal doorslaan. Ik kan helemaal niet tegen godsdiensten en geloven die mensen iets opdringen. Dus iedereen, ik laat iedereen zijn waarde en als iedereen mijn waarde laat, is dat cool toch? Nederland is een vrij land, dat zeg ik standaard tegen mijn vrienden ook. Dus iedereen mag praktiseren wat hij wil. Iedereen heeft zo zijn eigen geloof en zijn eigen dingen waar hij waarde aan hecht. En ik vind niet dat dat een bedreiging moet volgen voor andere mensen. Ik voel me niet echt bedreigd door een of andere godsdienst. Elke godsdienst is in mijn ogen bedreigend. Het geloof staat het niet toe om mensen te bedreigen. Dat is onzin. Als mensen godsdienst als een bedreiging zien, weet je, zegt dan veel meer over degene die zich bedreigd voelen. Want op zich hoeft godsdienst geen bedreiging te zijn. Tenzij je echt mensen het geloof misbruiken. En nu praten ze over, dus aangezien je al die extremisten heb die de islam aanhangen. Maar vroeger had je precies hetzelfde met christendom en heksen die zomaar zogenaamd heksen waren en die werden verbrand. Dus ik zie eigenlijk dat elke godsdienst die dingen in zich heeft. De godsdienst is altijd een bedreiging geweest. Voor al duizenden jaren is godsdienst, de ene godsdienst bedreiging voor de ander geweest. En dat gaat gewoon door. Dat is een gegeven gewoon. Ik zie het niet als een bedreiging. De mensen maken er zelf een bedreiging van. Als het zo moet gaan. Sinds natuurlijk 11 september of zo wordt er natuurlijk terrorisme wel een link gelegd aan het moslimgeloof. Maar ja, ik weet niet of dat per se zo is. Ik bedoel, in Spanje is er ook de ETA en Griekenland was ook, de oktober of november beweging. En die zijn nou toch ook niet moslim. Dus. Iedereen weet van Theo van Gogh natuurlijk. En ik denk dat mensen te snel op hun teentjes getrapt zijn over wat hun geloof en voor hun inhoud aan. Ja, wat je niet weet, dat is het gewoon, dat kan bedreigend zijn, denk ik. Dat is het. Ja, mensen om mij heen, moslims om mij heen, kijken neerbuigend naar Joden bijvoorbeeld. Of kijken neerbuigend naar homo's en kijken neerbuigend naar mensen die varkensvlees eten. Dat is iets wat ik wel zie. En dat is iets wat in deze maatschappij niet kan, eigenlijk. Want in deze maatschappij mag je alles eten, drinken, zeggen, doen wat je wil, zolang je anderen geen pijn doet. Alles is goed, maar alles met mate. Net zoals drank.
hoofddoek is gewoon een symbool van mensen die hun geloof op die manier willen uiten. Dus, ik heb niet echt bepaalde gedachten bij als ik een hoofddoek zie. Ik heb vroeger in de klas gezeten met meisjes met een hoofddoek en dat was allemaal oké. Dat was allemaal, dat moeten zij zelf weten. Dat is waarschijnlijk iets wat ze gewoon graag zelf willen, om toch wel een beetje extra. Ik heb het idee dat ik hiermee, dat ik door het dragen van het hoofddoek meer aan mijn geloof doe. En ik vind het prettig om mezelf te bedekken, zodoende. Het is wel zo dat ik wel erover na zit te denken dat er iets wel, dat op school, dat iedereen gelijk is en dat iedereen gewoon niet zijn godsdienst zo hoeft te laten zien. Dat het iets voor thuis is, dat het iets, ja, dat vind ik iets. In deze maatschappij vind ik dat je die dingen wel gescheiden moet houden. En nu op dit moment is het wel een beetje raar vanwege de moord op Theo van Gogh. En dat het constant negatief in de media staat. Het wordt nu echt als een bedreiging gezien. Ja, dat zeker, ja. En ik kan het ook wel begrijpen. Want hij is door een moslim vermoord. Omdat hij zich uitliet over de islam. Als er een gesprek gevoerd wordt en je merkt dat er ineens... je ziet mensen van de verte, hoor je al mensen, zie je mensen praten. En dan kom je dichterbij en hoor je gewoon een stil. Nou, dan weet je al waar ze het over hebben, met name nu. Ik vind het vervelend, omdat ik eigenlijk alleen maar de goede aspecten zie van de islam. Dat vind ik eigenlijk absurd eigenlijk. Want ik bedoel, iedereen is toch vrij, weet je, om zijn geloof, zijn manieren te uiten. En als jij een hoofddoek wil dragen, of een keppeltje, of een kruis, vind ik gewoon dat je dat moet kunnen. Volgens mij heeft een hoofddoek niet echt heel erg veel invloed op de, zeg maar, op emancipatie voor de moslimvrouwen. Ze komt dan alleen maar meer op voor haar rechten, want ze heeft het recht om een hoofddoek te dragen, omdat ze daarvoor kiest. Dus in die zin kan je het ook van een andere kant bekijken. De ene die ziet het als onderdrukking, wat echt complete onzin is. En de andere die zegt, ze draagt een hoofddoek. Dat is echt stoer, echt een emancipatie. Het is maar net hoe je het bekijkt. Een moderne vrouw die kan heel goed een hoofddoek dragen. Ik vind dat gewoon heel erg modern en trendy. Dan kan dat eruit zien. Dat hoeft helemaal geen belemmering te zijn voor de emancipatie van de moslimvrouw. Ik vind alleen wel dat het een eigen keus moet zijn. Dat het niet moet zijn omdat het in een boek staat. Tja, je maakt van een heel klein iets. We hebben het nog altijd alleen nog maar over een lapje stof wat iemand gebruikt als kledingstuk om zichzelf te bedekken. En het heeft te maken met het geloof, maar hebben we het over het?